Moeten vaders bij de geboorte van hun kind 10 dagen vrij krijgen op kosten van de werkgever? Daarover gaat het deze week in de Tweede Kamer. GroenLinks heeft een wetsvoorstel ingediend dat het huidige vaderverlof van 2 dagen gaat uitbreiden naar 2 weken. Maar wat vinden werkgevers er eigenlijk van? Nou, ondernemers voelen daar helemaal niets voor. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het opinieblad Forum van VNO-NCW. Forum vroeg 300 bedrijfsdirecteuren hun mening over dat vaderverlof. En wat blijkt? 80% zegt dat er op dit moment voldoende mogelijkheden zijn om werknemers vrij te geven als ze vader worden. We lossen dat in de praktijk prima op, zeggen ze. Gemiddeld krijgt een werknemer 5 tot 6 dagen vrij als hij vader wordt. Meestal zijn dat vakantiedagen of ADV-dagen. Ongeveer 3/4 van de ondernemers voelt dan ook helemaal niets voor het idee van een wettelijk vaderverlof van 2 weken. En zeker niet als het op kosten van de werkgever moet. En 70% spreekt zelfs van een vorm van volkomen overbodige regelgeving. Meneer Wintjes, u heeft gehoord hoe ondernemers erover denken. Waarom zijn 2 weken doorbetaald vaderverlof overbodig? We hebben in het land zo ongelooflijk veel verlof. We betalen dat als werkgevers. Nu nog eens een keer een extra verlof te krijgen, terwijl er voldoende dagen zijn voor de werkgever en de werknemer om samen in te vullen, vinden wij waanzin. Maar GroenLinks vindt het juist modern, want vaders hebben nu maar recht op 2 dagen doorbetaald verlof. En GroenLinks zegt, laten we daar nou wat meer van maken in deze tijd. Wat modern is, dingen niet wettelijk regelen. Modern is dat werkgevers en werknemers samen dit soort zaken regelen. Het is ruim van tevoren bekend wanneer iemand vader wordt. Ik heb het mijn eigen bedrijf heel vaak meegemaakt. En dan praat je met de werknemer en vindt een oplossing in de vorm van ADV-dagen of wat verschuiven van vakantie. Als beide partijen dat willen, komen ze er makkelijk uit. Wat is nou heel precies uw bezwaar? Het feit dat werkgevers zouden moeten doorbetalen of het feit dat het via de wetgever wordt geregeld? Extra vakanties doorbetalen is gewoon lasten. Verhoging, dat willen wij niet. En het tweede punt is, regel het onder elkaar. We hebben in dit land cao's, heel opvallend trouwens, dat er maar 3 cao's zijn waar überhaupt aandacht besteed wordt aan het onderwerp, waarvan 1 cao de cao van de FNV zelf is. Ja, ja. Als het zo belangrijk zou zijn voor de bonden, hadden ze al lang in andere cao's dit onderwerp op tafel gebracht. Dus met andere woorden, de bonden zeggen nu wel dat ze voorstander zijn van zo'n vaderverlof, maar ze maken er in de praktijk eigenlijk geen punt van. Nou, kijk, de bonden weten, laat ze maar eens een keer wat moderner denken. Dat gewoon werknemer en werkgever dat ter plaatse regelen. En er zijn geen problemen. Ik heb nog nooit gehoord van een werkgever dat hij heel principieel zei, je hebt maar 2 ouderschaps of 2 vaderschapsdagen, geachte werknemer. En de 3e dag meld je. Men regelt dat gewoon. Dat is modern werkgeven en dat is modern vakbond zijn. Dank u wel. Graag gedaan.